Ministerie het Nur-Mohammed van Openbare Werken zei gisteren tijdens de persconferentie van het ministerie van Openbare Werken over rechtszaken en projecten dat aan een ieder die het ministerie en de bewindsman in persoon zwaar probeert te betichten, voor het gerecht gesleept zal worden. Inderdaad is het vervelend. We hebben een heel vervelende situatie meegemaakt sinds mijn aantreden. Veel mensen die beschuldigingen uiten, anderen die de expert proberen te spelen. Toch jullie herinneren dat ik van Quarantainbrug. Toch durf vandaag weer een ingenieur leugens te schrijven in de krant. Dus meester Mango, geen grappen maken, gewoon voor de rechters sturen. Laat hij daar gaan verantwoorden. Waar onjuiste informatie wordt gedeeld, en dat schaadt het ministerie van OE, schaadt onze reputatie. Toch? We geven zoveel informatie, maar kennelijk gebeurt opzettelijk. En dat moet afgestraft worden via de rechter. We hebben geen andere keuze. Vanaf nu gaan we hard optreden tegen die mensen die leugens verspreiden, misleiders zijn naar het ministerie van OE of naar de minister. Toch? Dat zijn geen volksvertegenwoordigers die het volk misleiden met informatie. En dan heb je ook andere groep journalisten die niet hier zijn, toch? Die ook journalist proberen te spelen, toch? Terwijl het ministerie open zit, alle dossiers kun je hier lezen. En als je niet kan lezen, moet je op school gaan. Weer op de lagere school om te leren lezen. Toch? Dat is het probleem dat we hebben in dit land. Dus daarom ben ik blij dat jullie er zijn om de correcte informatie te geven aan de samenleving. Je merkt ook de commentaren op social media van nepjournalisten, om het maar zo te noemen, of nepdeskundigen, eenzijdig. Zodra iemand eenzijdig bezig is, toch, zijn er twee dingen. De persoon is zijn ziel verkocht, toch, en hij wordt gebruikt. Toch? Dat zijn geen representatieve mensen om informatie te verspreiden in de samenleving. We moeten gelijk onmantelen, onmaskeren. Dit soort mensen moeten onmaskeren om te weten voor wie ze in dienst zijn, wat hun bedoeling is.